Nederland schrikt van piepjonge overvallers. Veel boze en bezorgde reacties ook op een primeur in de krant van vanmorgen. Want wat blijkt? Overvallers blijken steeds vaker piepjonge, impulsieve gastjes te zijn. Sommigen niet ouder dan 12. Een zorgwekkende trend natuurlijk. En voorbeelden genoeg. Zoals hier bijvoorbeeld in een tabakzaak in Vlaardingen. Dit is nu 2 jaar geleden. We zien hier een overvaller die met een pistool zwaait. Hij heeft echt het postuur van een kind nog. We zien de eigenaresse rechts in beeld. Die is niet onder de indruk. Er gaat een rol tabak. En daarmee probeert ze hem een beetje de winkel uit te slaan. En dan vervolgens gaat er een pot met hondenkoekjes naartoe. En dan denkt hij toch maar, ik neem de benen. Nou, hij is niet opgepakt. Dat lukt de politie in ongeveer de helft van de gevallen. Bij mij in de studio nu de schrijver van het artikel. Onze misdaadsverslaggever Mick van Wely. Mick, welkom in de studio. Ja. Wat is dit voor trend? Kinderen van 12 die overvallen plegen? Ja, nou, dat is heel zorgwekkend. Je ziet eigenlijk dat jaren geleden ook al wel overvallen werden gepleegd door jonge jongens. 17, 18, 16. Maar, zegt de politie, de grens gaat nog meer naar beneden. Dus echt 12, 13 jaar. En dan ook niet alleen met een mes, maar ook zelfs met een vuurwapen. Ja. En wat de inschatting is, dus nog echt een gevoel, dat het er veel meer zijn. En de politie gaat dus nu ook een analyse maken van de afgelopen 2 jaar en kijken, hey, is dat inderdaad een trend of is dat een piekje? En kijken van, is het structureel dat er veel jongeren overvallen zijn? De ene tiener is natuurlijk de andere niet. Kun je in zijn algemeenheid toch iets zeggen over deze groep daders? Nou, wat je ziet is, er zijn steeds meer impulsieve overvallen. Dus niet dat hele georganiseerde vanuit zware criminele groeperingen, maar echt gewoon impulsieve overvallen. En dat sluit wel aan bij de jonge leeftijden. Dat zijn jongens die zitten dan 's middags te blowen in het park en dan denkt hij, joh, weet je wat, laten we een overval plegen. Even geld halen. Even geld halen. Ja. Ze willen een telefoontje hebben, ze willen hun een weekendje uit kunnen financieren. Ze willen bling-bling, mooie schoentjes, bondkraagje. Ja. Dus wat doen ze? Ze gaan snel geld maken en ze hitsen elkaar op. Er zijn zelfs ook voorbeelden van jonge overvallers die door oudere jongens onder druk worden gezet om overvallen te plegen. Dus dat is wel heel zorgwekkend, zoals de landelijke coördinator overvallen Jos van der Stap ook zegt. Ja, het verspeelt vooral in grote steden. Hè? Ja. Nou zeggen mensen, want er zijn heel veel reacties vandaag binnengekomen. Boze reacties, bezorgde reacties. Mensen zeggen, het ligt aan de rapmuziek. En de jongeren weten toch wel dat ze ermee wegkomen. En het ligt aan de opvoeding. De ouders doen het niet goed. Nou, ik snap dat heel snel wordt gedacht aan de rapmuziek. Het is ook zo, daar wordt ook. Maar goed, de overvallen en criminaliteit wordt daar al heel lang verheerlijkt. Dus dat is niet iets nieuws. Het is ook een misvatting om te denken dat alle jonge overvallers allochtonen zijn. Er worden net zo goed door hele gewone autochtone jongens in dorpjes overvallen gepleegd. Dus dat is ook een feit. Maar het is gewoon heel zorgelijk. En de politie wil ook voorkomen dat dit soort jonge gasten doorgroeien en hele professionele overvallers worden. Dus het is heel belangrijk dat ze meteen worden gepakt en een goed traject wordt uitgestippeld om te voorkomen dat ze weer de fout in gaan. Ja, want daar trekken ze alles wel vooruit de kast. Hè? De politie ligt echt niet achterover wat dat betreft, toch? Nee, zeker niet. En ik vind ook als je kijkt naar het totaal aantal overvallen. Hè, we zitten nu oud en jong. Oud en jong. We zaten op 1103 in het afgelopen jaar. Dat was in 2009, was dat nog 3000 overvallers. Dus bijna 3 keer zoveel. En er is toen enorm ingezet, overal taskforce overvallen. En dat is toen een groot stappenplan. De strafeisen gingen ook omhoog. En eigenlijk zie je dat het nu echt spectaculair is gedaald. Er wordt beter onderzoek gedaan op een plaatsdelict. Dus het wordt alsof het er moord is gepleegd, gaan ze alle sporen onderzoeken. Forensisch onderzoek, linten, kijken of er ergens een sigaret ligt met DNA. Heel erg goed spooronderzoek. Vervolgens veel meer hete daadkracht. Dus wordt ergens overval gepleegd, gaan ze meteen in een ring eromheen. Met helikopters en een agent te proberen om meteen iemand te pakken. En die lagere straffen. Je ziet dat er tegenwoordig voor een woningoverval, de nachtelijke uren met een bivakmuts op, zomaar 8 jaar cel kan worden opgelegd. Of 9 of zelfs zwaarder. Dus ik denk dat dat er wel toe heeft bijgedragen. Maar jij zegt afgelopen jaar toch nog 1100. Even snel rekenen. Dat is 3, 4 per dag ongeveer. Ja, ik zeg, kunnen we dat nog naar 2, 1, 0 krijgen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat zowel bij de moord en doodslag zag je ook een daling de afgelopen 10 jaar. Ik denk dat we echt aan de ondergrens liggen. Dat zegt de coördinator van de stap ook. Veel RICS zit er niet meer in. Je zit nu al 30 minder, dat is al heel weinig. Ik denk dat het volgend jaar maar zo kan zijn dat we weer een piekje krijgen naar boven toe. Maar je weet het niet. Het is bij die overvallen zo. Het is vaak een waterbedeffect. Pak je die tak van sport aan, dan gaan ze weer ergens anders heen. Het kan zo zijn dat het overvallen van juweliers weer heel erg in wordt volgend jaar. Dat ze weer iets nieuws vinden. Of geldwagens. Het wisselt heel erg, fluctueert heel erg. Ja, dank voor je uitleg. Ik vraag je graag tot snel. Ja.
Ja, en tot zover deze video. Meer van Mick hierover dus in de krant van deze donderdag. Namens ons beiden, dank voor het kijken en graag tot snel. Dag.